Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Super Mario Odyssey speedrun tips en tricks video. We zijn aangekomen in Bowser's Rijk, het ene laatste kingdom. Ene laatste kingdom. Ik ben geen speedrunner, maar ik vind het wel leuk om dit uit te zoeken hoe dit werkt en om jullie tips te geven. Dus let's go, doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan gaan we beginnen. In het eerste deel doe je eigenlijk niet zo heel veel. Je gaat gewoon keihard gewoon hoppadapadap. Lekker een beetje rollen, een beetje rollen, een beetje harder rollen. En dan ga je op een gegeven moment zo hier omhoog. En dan ga je nog een keer hier omhoog. En dan ga je hierin. Hoppakee, Electro Mario. Let's go. Dan gooi je daar je capje op. Pak je deze Picky Pack vogel. En springen we hier omhoog. En dan hoppakee. En dan nog een keer hoppakee. Lekker. En dan gaan we hieruit. Hop. Patut, hier naar boven. Yes, cool. En dan hoppakee, tweede elektrische Mario. Let's go. Nou heb je hier een manier, een super sick jump. Dat doen speedrunners. Die doen dan 1, 2, triple jump. En dan springen ze precies hierop. En dan vanaf dit randje springen ze dan omhoog. En dan kunnen ze in één keer door daar naartoe. Ik ga het gewoon eens proberen. Dit zijn echt tips voor gevorderden. Dus wij gaan gewoon lekker zo. En dan gaan we hier naartoe. En dan zo, hoppakee, via Cappy. Nog een keer via Cappy. En dan hopen wij dus dit te doen. Ja, nee. Oké, wacht. Hij moet dus slaan. Dan, ja, dan zouden wij... Ik ga dit nog een keer proberen. Hij moet slaan. Zo. En dan moeten wij onze jump al gemaakt hebben eigenlijk. Weet je wat? Ik doe het wel anders. Want ik kom totaal niet meer lekker uit. Zo, en dan doe ik wel even een backflipje. En dan spring ik er zo op. En dan... Ah, moet ik wel raak ground pounden? Want anders lukt het alsnog niet. En dan verschijnt daar het eerste sterretje. Ik bedoel, maantje. Ik blijf maar over sterren praten. Maar het zijn natuurlijk maantjes. In dit koninkrijk. In Bowser's Kingdom. Yeah. Speedrunners doen het echt super sick. Die rennen er gewoon onderdoor. En dan gooien ze Cappy. En dan via Cappy gaan ze alweer gelijk terug bovenop ground pound klaar. Dan hier wil je gewoon gelijk in één keer. Let's okay. Gelijk door naar de Electro Mario ding. 1, 2, wat? Lekker. En door. Nice. Wat is een flatsie. Vanaf hier wil je gelijk rechtdoor deze kant op. En hier om de hoek. Je kan hier met een triple jump gelijk deze pakken. Ja, met je ding. En dan, hoppakee, Cappy weer terug. Ik doe het maar even op mijn eigen manier. Zo, gaan we hier naartoe. Pakken we deze met Cappy. Gaan we door. Pakken we deze vogel. Lekker. Springen we hierop. En dan gaan we dat kleine maantje daar pakken. Eens even kijken. Ik doe dat maar gewoon even zo. Oh. Wat een faal weer. We gaan hieruit. Dan deze kant op. Ja, want hier is ook weer een maantje. Dit ging op zich wel soepeltjes. Gaan we hier rechtdoor. Pakken we deze vogel. Let's go. Maken we deze vogel even kapot. Dan doen we zo. Lekker. En dan gaan we hier naartoe. Oh, wacht. Hier moeten we ook nog een bom voor hebben natuurlijk. Dit duurt te lang. Dit duurt te lang. Want hier zit namelijk ook nog een maantje verstopt in dit gaatje. Die pakken we ook gelijk even mee. Zijn scherpe neus in de kanonnenmuur. En dan pakken we deze. En dan verschijnt daar ook een maan. En die hebben we sowieso nodig, volgens mij. Go Mario! Pak hem! Yes! Oké. Dit ging redelijk. Voorzichtig met vuurwerk. Dat is de tip voor 31 december, jongens. Ik weet niet, het is geen 31 december vandaag, maar toch, weet je? Voorzichtig met vuurwerk. Ga jij dit jaar vuurwerk kopen? Zet het hieronder in de comments. En vind je dit leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan ga ik weer heel snel door, want dit is de wraak van de Broodles. Maar voordat we naar de wraak van de Broodles gaan, is er nog een maantje die we gaan pakken. En die zit hier. Die zit hier boven namelijk. Eens even kijken of we die kunnen gaan pakken. Ja, dit gaat redelijk. Dit gaat, oh, redelijk. Mario stoot zijn grote neus nog een keer. Maar deze hebben we ook weer. En nu zitten we op 4 manen. Dan gaan we hierin. Electro Mario. Go, 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 go. Door. Even de checkpoint hier pakken. Yes. En go, 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 go. Door naar de volgende. En dan krijgen we de battle met de Broodles. En voor beide Broodle battles zijn weer trucjes. Ik hoop dat ze gaan lukken. Let's go. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar hij wil niet lukken. Je gooit 3 keer je capje erop, zo op zijn hoofd. En dan moet je dus nu op dit hoedje gelijk springen. Ja, nu lukt hij een keertje wel. Dan gaat hij op een gegeven moment... Oh ja, je moet 2 keer moet je hem dan raken. Dan gaat hij dit doen. En dan spring je dus zo op zijn rug. Dat is wat je wil doen. En door. Dat is nu niet gelukt, want ik heb nu niet het juiste capje hoedje uitgezocht. Dus we gaan maar gewoon capje zo lekker in de rondte gooien. En dan hopen dat we niet kapot gaan. Of zo, denk ik. Daar is hij weer. Gooi je 2 keer onze cappy erop. Of moeten wij nu 3 keer onze cappy erop gooien? Of 4 keer? Of 5 keer? Hoe vaak? En dan op zijn hoofd springen. En dat lukt niet. Dit kan een stuk sneller, jongens.
Zo, hoppakee, wegwezen jij. Jij stomme broedel. Het was alsnog best wel snel. Maar zoals ik de eerste ronde deed, zo wil je dus ook de tweede ronde doen. Anyway, dat was broedel nummer 1 en ik vind het helemaal goed zo. Broedel nummer 2 gaat bommetjes gooien. En op het moment dat hij bommetjes gooit, wil je een klein beetje schuin van het bommetje springen en het bommetje slaan. Dus hij komt op je afrennen. Dan gaat ze op een gegeven moment bommetjes gooien. En dan wil je dus zo. Ja, en dan hoop je dus dat je vanuit de lucht haar kan raken. Zo op deze manier. Ik weet niet waarom het niet lukt. Maar dit is volgens mij wel een beetje hoe het zou moeten eigenlijk. Of je wacht en dan, dan wordt dit hem. Dan moeten we het zo doen. En dan spring je zo. Hoppakee, boven op de... Oh, op de... Nou, spring op de bakkes! Spring op de bakkes! Ja, dit gaat lekker. Oké, nu opletten. Op het moment dat deze weggaat, wil je dus gelijk deze bom zo... Ah, gelijk onder haar gooien. Zodat die... onder haar explodeert. Op die manier. En dat wil je dan dus eigenlijk gelijk met de eerste bom doen. En dan wil je je stappen gaan herhalen. Deze gaat ook niet zo heel soepeltjes nog. Ik weet niet zo goed waarom dit niet lukt. Dus ik ga maar gewoon op de oude manier proberen. Deze bom laten vallen en dan zo... Nee, dat lukt dus ook niet. Nou, dan wachten we dit maar weer af. Hop. En ronddraaien jij. En dan kom ik bij je in de buurt. Dan spring ik... Op je hoofd wil ik springen. Oh, jij nare chick. Oké, kijk of die tweede keer nu wel lukt. Even kijken, waar ga jij naartoe? Daar ga jij naartoe? Kijk, hoppakee. Zo wil je dat doen. Lekker. Dat was nice. Dat was het enige wat tot nu toe gelukt is. Voor de rest lukt het niet zoveel. Ik heb ook nog maar 1 hartje over nu. Dus dat is helemaal top. Nou, kom maar dan. Dan doen we het gewoon lekker op deze manier. Daag, 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 mevrouwtje. Daag, doei. Wil je de echte pro-run zien? Dan moet je denk ik even ergens anders gaan kijken. Want... anyway, laat ik maar gewoon deze maan pakken. Zelfs dat lukt niet. Dat voorspelt nog wat voor die laatste fight straks. Want die is echt moeilijk. Althans, de laatste fight in deze wereld. Daar gaan we. De brug is open. Nu kunnen we naar het kasteel. De route die je wil afleggen is recht vooruit. En dan naar links. Dus we gaan deze kant op. Wat? De route die je wil afleggen is recht vooruit. En dan naar links. Dus we gaan hier naar voren, hier naar voren, hier naar voren. Dan proberen we hierop te komen. Dat doe je niet zo, Rick. Weet je wat? We gaan voor de makkelijke versie. We gaan zo een backflip maken. Dan landen we zo op Cappy. En dan gaan we gewoon op deze manier omhoog. Ik doe het gewoon lekker op mijn eigen manier. Daag. Ja, en de echte pro's die springen dan vanaf hier gelijk daarop. Weet je wat? Laten we het gewoon vanaf hier proberen. Zo, zo, zo. Ja, lekker. Oké, nice. Goed genoeg. Dan normaal gesproken gaan de speedrunners hier ook als een malle. Ik doe dit wel even rustig aan. Dan willen we dit vogeltje pakken. Hallo, vogeltje. Hallo, ga maar, ga maar. Ja, ga maar. Dan wil je hier langs, zo, met vogeltje gewoon. Er langs geen aandacht geven aan dat ding. En dan gewoon lekker recht omhoog hier zo. Hop, recht omhoog. Nog verder recht omhoog. Nog verder recht omhoog. Nog verder recht omhoog. Lekker. Hier wil je een beetje links uitlijnen, zodat je ongeveer hier terecht gaat komen. Zodat je lekker snel zo omhoog kan. Nice. Ja, en dan zijn we er, jongens, bij de endfight. Ah! Ik ben benieuwd of de speedrun manier mij gaat lukken. Ik ben een beetje bang van niet, maar weet je, we gaan het gewoon proberen. Wat je wil gaan doen bij de Broodles is gewoon proberen om bovenop de Broodles te blijven. Continu. Eerst heeft Bowser nog wat te zeggen. Die zegt, ja, ik heb hier je prinsesje. Dit is trouwens wel echt een episch shot. Super vet. What up met je Broodle machine? Oké, ga eerst bommetjes gooien. Daar heb je geen last van. De derde is een vogeltje. Die wil je gelijk pakken. En dan wil je eigenlijk gelijk teruglopen, zodat je straks bommetjes kan gooien op zijn been. 1. En strakjes nog 1. Eigenlijk wil je dit dus iets sneller doen, zodat je deze seconde niet nodig hebt. En dan gaan we er bovenop. Dan gaan we er bovenop, jongens. Let's go. Zo. En deze gaan we gewoon proberen kapot te maken op deze manier. En dat moet wel lukken. En dan wil je heel snel teruglopen en hoppakee. Hier gelijk... opstaan. Dan gaat hij je weggooien. En dan wil je dus terug proberen te komen. En dat is nu voor de eerste keer. Is dat in ieder geval gelukt. Nice. En eigenlijk wil je gelijk nadat hij een stap zet, de tweede al kapot maken. Met een ground pound. Dus bijvoorbeeld deze. Ah, nee. Nou ja, kijken of we nog terug kunnen komen. Ja, we kunnen nog terugkomen. Nice. Eens even kijken. Deze nu.
En dan gaan we weer proberen om terug te komen. Dat lukt jammer genoeg nu niet. Maar dat is dus hoe je deze baas eigenlijk wil verslaan. Continu terugkomen en continu er bovenop gaan staan. Ah, ik ben wel blij dat het gewoon in ieder geval één keer is gelukt. En dat wil je dus eigenlijk gewoon continu volhouden. Dat je nu ook weer erboven staat en dan nu gelijk die volgende Broodle kan kapotmaken als die hiermee klaar is met dit gekke geren. Want dan hoef je niet dus nu weer een picky pack te gaan zoeken. Ja, weet je, dan doen we het maar gewoon op deze manier. Ah, maar je hebt gezien hoe het moest en dat moet je dus eigenlijk herhalen. Hoe we dat aan het begin deden, dan moet je volhouden. We waren close, hoor. We waren close tot een bijna perfecte run. Nou, voor nu ben ik hier wel even tevreden mee. Want dit is echt niet makkelijk als je dit perfect wil doen. Huh? Maar ja, het kost je wel enorm veel tijd als het dus niet lukt, hè. Want je ziet, dan moet je helemaal naar beneden. Moet je weer zo'n picky pack wannabe ding pakken. Ja, dat duurt gewoon veel langer. Let's go! Deze hebben we ook te pakken. Bowser's Kingdom is klaar. En dan hebben we nog één rijk te gaan, jongens. De laatste. De Moon Kingdom. En daar zit ook een hele interessante skip. Waarmee je dus een heel stuk van dat level kan overslaan. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RinkaChu. Mazzel!